Wij doen het absoluut een stuk minder dan Duitsland. En ook Frankrijk doet het beter dan wij in termen van werkgelegenheid en werkloosheid. Ik denk dat er een paar belangrijke dingen zijn die deze keer gebeuren en die voortborduren op wat er al gaande is. Het belangrijkste daarvan is dat er een steeds verdere verschuiving is van voltijdbanen naar deeltijdbanen. En dat zie je nu alleen maar versterkt worden. En dat heeft eigenlijk heel direct gevolgen voor de verhouding tussen mannen en vrouwen. Mannen werken veel meer voltijd dan vrouwen. Ook bij vrouwen zie je voltijdbanen verminderen, maar dat maakt voor het geheel van vrouwen veel minder uit, omdat de grote massa in deeltijd werkt. Dus dat verklaart eigenlijk in zekere zin op dit moment ook dat vrouwen het beter doen op de arbeidsmarkt dan mannen. Dus dat is een heel belangrijk element van de huidige situatie. Een ander element wat heel erg verschilt van de situatie begin jaren 80, zeg maar de laatste vergelijkbaar diepe recessie van ons land, is dat de oudere groep, en dan gaat het vooral om mannen natuurlijk, maar ook wel om vrouwen, de oudere groep, de werkgelegenheid daarvan nog sterker is toegenomen sinds het begin van de financiële crisis. Dus daar zijn zo'n 8% is daarbij gekomen en dat is radicaal anders dan in het begin van de jaren 80. Iedereen weet nog de FUD, al die andere dingen die toen begonnen zijn, in het idee dat mannen of dat ouderen plaats zouden maken voor jongeren. Maar het was niet alleen maar dat. Ze werkten ook op plekken die sterk geraakt werden in de industrie, wat nu veel minder het geval is. Dus de werkgelegenheid van ouderen vergroeit verbazingwekkend sterk door in deze crisis. De werkgelegenheid van jongeren is radicaal omlaag aan het gaan. De arbeidsmarkt is nu positief voor vrouwen. Door bezuinigingen zou dat kunnen omslaan. Ja, als je kijkt naar de particuliere sector aan de ene kant en de publieke sector aan de andere kant, dan zijn de verhoudingen precies hun spiegelbeeld. Dus in de particuliere sector is 2/3 man, in de publieke sector is 2/3 vrouw. Dus dat is ook wel mede een verklaring dat vrouwen nog beter doen op dit moment, vooral door de gezondheidszorg, waar ook de werkgelegenheid is blijven groeien de afgelopen jaren. Maar stel je voor dat daar door bezuinigingen verandering inkomt, wat wel de bedoeling is, misschien iets minder voor gezondheidszorg, maar zeker voor de rest van de publieke sector, dan zullen ook vrouwen veel meer geraakt gaan worden. En je ziet dat ook al wel een beetje beginnen dan de afgelopen jaren. Dus hoe wij er over 2 jaar voor staan, als er drastisch bezuinigd zou gaan worden in de verhouding tussen man en vrouw, dan verwacht ik dat dat behoorlijk anders zal zijn dan nu. Daar kan je meteen uit afleiden dat de afgelopen jaren die gezondheidszorg nog zo sterk gegroeid is. Dat is eigenlijk een soort automatische stabilisator gebleken in de financiële crisis, waardoor de gevolgen in ons land veel minder zijn geweest dan als we dat niet gehad hadden, als iedereen zijn geld zelf moest besteden en geen auto meer kocht of geen nieuwe bank of wat dan ook, dan waren de consequenties drastisch groter geweest al op dit moment qua totale economische groei en daarvan afgeleide werkgelegenheid. Hoe doet Nederland het internationaal gezien? Nou, Nederland heeft verschrikkelijk veel deeltijdbanen, dat weten we allemaal. Heeft ook heel veel juist hele kleine baantjes. Dat is haast nog meer specifiek voor Nederland dan deeltijdbanen in het algemeen. Juist doordat we de afgelopen jaren die verschuiving nog weer meer naar deeltijdbanen hebben gehad, ziet de werkloosheid en de werkgelegenheid in mensen in koppen gerekend, ziet er niet zo gek uit. Maar wij lopen het risico dat we ons in vergelijking met andere landen die veel minder van die deeltijd hebben, rijk rekenen. Dus het is veel beter om te kijken naar de uren die we totaal maken in Nederland. En dan doen wij het helemaal niet zo goed. En ook nu die tweede dip, ja, die is bij ons diep en dieper en afwezig in een aantal andere landen. Daar moet je echt. Ik denk dat wij ons te makkelijk rijk rekenen in internationale vergelijking als we alleen maar koppen tellen. En als we niet naar de
uren kijken.